Oh, huh? Oh, we kunnen gewoon op... Ja, jullie zagen dit zeker, dat we daarop kunnen landen. Pas op. Pas op, Bowser komt eraan. Yo, dit is de fans. Vandaag gaan we naar een nieuw planeetje, de Schralinger Plat. En Edge, die staat een beetje alleen. Is er iets met Edge aan de hand? Op de volgende planeet hebben de rabbits alle grondstoffen uitgeput. Ja, lekker handig, vrienden. Maar Mammy is er nog op de planeet. Edge weet wat ons te wachten staat. Die vertrouwt het boeltje niet. En daar zijn we. Ik hoorde echt een Zelda-geluidje. Ik weet het niet hoor. Dat leek echt op een Zelda-geluidje. Maar het zal wat anders zijn. De landingsprocedure is onderbroken, want er wordt een enorme elektromagnetische storm. En dat komt door de duisternis tentakel. We moeten springen. We moeten springen. Dat is niet best. We moeten uit het vliegtuig springen. Yo, ik heb hoogtevrees trouwens. Ik kan echt niet tegen hoogtes. Hebben jullie ook hoogtevrees? Laat weten in de comments. Doe een duimpje. Mag vergeet niet te abonneren. Als je dit soort Nintendo video's vet vindt. Daar ging Beepo. Luigi die denkt ook. Of Rabbit Luigi die denkt ook. Nou, we gaan lekker springen. Hoppakee. Rabbit Peach. Nou, Rabbit Rosalina laten zich lekker vallen. En Bowser duwt iedereen gewoon het vliegtuig uit. Noem je dit een klein stukje? Hé, hoe gaan jullie landen dan? Ik weet niet. Oh, zo. Oké, met je onderbroek of zo. Rabbit Peach vindt het allemaal geweldig. Oh. Huh? Oh, we kunnen gewoon op... Ja. Jullie zagen dit zeker, dat we daarop kunnen landen. Pas op. Pas op. Bowser komt eraan. Hier is de Girl Squad. Oh. Rabbit Rosalina, die valt staand in slaap, geloof ik, of zo? In ieder geval, we zijn er allemaal. Oh. Is dit Mammy? Dat... Ja, volgens mij is dit Mammy. Hallo. Alle smeerolie's nog aan toe. Jullie zijn oké? En mijn ballon... Oh, we hebben haar ballon geknapt. Het was Bowser. Het was Bowser. We geven gewoon Bowser de schuld. Oh ja, dit ziet er niet zo goed uit. Sorry voor je ballon. Beepo biedt zijn verontschuldigingen aan en die zegt... We zijn op een dringende missie. We hebben je hulp nodig om Gazela tegen te houden, Mammy. De garage is helaas dicht. En het volgende servicestation is 96 miljoen lichtjaar verderop. Fijne dag. Waarom wil je mij niet gewoon helpen? Beepo heeft even uitgelegd wat er aan de hand is en ze lijkt overtuigd. Oh, maar ze kan ons niet helpen. Ook al zou ze het willen, want de winkel zit in het donker. De windmolen die is kapot. Ja, dat kunnen wij denk ik wel fixen hoor. Het ziet er inderdaad best donker uit hier, ja. Als we de windmolen dus weer fixen, dan kan ze ons misschien wel helpen. Of ja, zij zegt op zijn Rotterdams, dan kan ze ons misschien helpen. Wat is dit? Het is een teleportatiezonde. En er zit een briefje van Genie bij. Ja, waar is Genie eigenlijk? Is Genie nog op het schip of zo? Ja, die is nog op het schip. Oké, jongens, we zijn er. De laatste planeet voordat we Gazela gaan vloeren. Oh, hebben jullie gezien? Ik heb een nieuw team, want ik heb Rabbit Peach nu uit mijn team gehaald. Voor het eerst. En dat komt omdat ik nu dus deze Spark heb, die ook kan healen. Duurt wel 4 beurten voordat we weer een keer kunnen healen, maar we gaan het gewoon proberen. Ik ga trouwens wel even wat Sparks wisselen. Rosalina krijgt namelijk die Spark die kan healen, en Rabbit Mario krijgt glitter, waarmee die tegenstanders naar zich toe kan trekken. De woestijngolf. Golfbrekers. Versla golfbrekers. Dat zijn nieuwe vijanden. Oh, we staan echt vet dichtbij ze trouwens. Zij zijn zwak tegen schokken. En dan hebben we nog deze voswolven. Die zijn zwak tegen brand. Dus we hebben schok en brand nodig. Ik denk dat ik met Rabbit Mario maar eens even naar boven ga. Want we moeten deze vos wel uitschakelen. Die is sowieso al heel irritant. Die moet even lekker wegwezen gewoon. Doei. Oh, ik raak ook gelijk die vijand beneden. Dat is nice. Oké, ik moet als eerst die vos boven uitschakelen. Want die is heel vervelend. Die gaat ons sowieso schieten als we er niks aan doen. Dus die moeten we als eerst even aanpakken. Let's go. Zo, hotse flats. Kan ik hem dan gelijk kapot schieten? Ja, nice. Dat betekent tegelijk dat ik nog een tackeltje over heb voor hem. Hoppakee. Klein beetje damage. Niet heel veel, maar maakt niet uit. En dan gaan we deze vos even kapot maken. Hotseeky deetje. Oh, en dan raken we gelijk die vijand beneden. Dat is ook nice. Die wordt wel een beetje boos. Die schijnt naar boven te willen komen. Ja, dat moet nou natuurlijk niet gebeuren. Ik ga de Mac Koopas ook gelijk inzetten. Let's go. Deze vijand hier beneden moet gewoon eerst even kapot. Wat ziek idee. Dat is 1. Dat is 2. En dat is 3. Met Bowser kan je op zich wel lekker afstand nemen. Dus ik denk dat het slim is om met Bowser als laatst even te gaan schieten nog. Kan natuurlijk tackelen met Rosalina. Oh, Rosalina kan niet naar boven. Oh, dat is jammer. Dan gaan we gewoon even teamsprongje maken naar boven toe. En dan gaan we hem weer deze kant op lokken. Oh, jij gaat... Oké, je gaat niet via die buis. Ja, die buis is nu natuurlijk dicht. Lekker. Kan ik hem vanaf hier raken? Ja, maar niet zoveel. Kan ik hem vanaf hier hard raken?
raken. Ik kan die ton schieten. Dan blazen we hem in ieder geval een eind weg. Laten we dat doen. Dus even kijken wat er nu gebeurt. Buiten het gebied, nummertje 1 is verslagen. Maar dit gaat wel lang duren, denk ik. Hij heeft een Magikarp op zijn rug. Kijk, zie je, ze komen al boven. Maar dan moet ik gewoon straks naar beneden gaan. Dan moet Bowser even die poort weer openzetten. Wat gaat dit stomme vosje doen? Oh, die gaat op Bowser schieten. Oké. Wij focussen nu op nummer 2 hier. Die gaan we even flink tackelen. Bowser kan er denk ik niet bij. Nee, Rosalina kan er wel bij. Zo. We kunnen hem natuurlijk wegblazen vanaf hier. Met Rosalina's windkracht. Bowser kan hem tackelen. En ik kan natuurlijk elektriciteitskracht aan mijn wapens toe gaan voegen. Even kijken, wie had dat? Rabbit Mario heeft dat. Kijk, dat is nice. Doen we even extra damage. Dan doen we niet de windkracht nu, denk ik. Oh, wacht. Dit was de verkeerde. Oh, dit was de verkeerde. Nou ja, oké. Misschien dat Rabbit Mario hem dan zelf kapot kan maken. Oeh, nee, dan leeft hij nog. In dat geval gaat Rosalina ook deze aanvallen. Dan gaat hij waarschijnlijk op haar afrennen, maar hij kan niks doen. Hoe kan het dat ik met Rabbit Mario hem nog niet sloop als ik hem nu schiet? Dat vind ik raar. Zijn ze echt zo sterk? Ik ben wat vergeten. Nou ja, maakt niet uit. Met deze combi kan ik hem ook slopen, want nu gaat hij als het goed is bewegen en dan gaat Rabbit Mario hem niet slopen. Die gaat hem dan de volgende beurt slopen, denk ik. Oké, let's go. Tegenstanders de beurt. Deze komt dichtbij, maar niet dichtbij genoeg. Oh, wacht. Hij gaat hem denk ik pas schieten op het moment dat hij aangevallen wordt. Ja, kijk zo. Nou ja, oké, ook goed. Nummertje 2 is kapot. Oké, Bowser wordt wel echt serieus omsingeld nu. Die moet straks echt even wegwezen daar. Of we moeten kiezen. Ik denk dat we moeten kiezen. Ik denk dat Bowser lekker naar deze kant moet gaan lopen. Dan kunnen die twee die daar ver weg staan nog niet helpen. Kunnen wij bij Bowser in de buurt komen te staan? Niet echt, niet echt. Waarom kan ik... Ik kan healen, maar hij zegt geen doelen binnen bereik. Terwijl Rabbit Mario damage heeft? Waarom werkt het niet? Waarom heb ik deze spark verkeerd begrepen? Gaan we zo even kijken. Maar ik kan blijkbaar helemaal niet healen met deze spark. Is dat als iemand kapot is? Als iemand dood is, dat ik hem weer levend kan maken of zo? Oké, we moeten wel echt proberen om hem kapot te maken nu hoor, jongens. Rosalina mag lekker op een afstandje blijven staan. Dan gaan wij deze kant op. Oké, dit is lastig, jongens. Dit is lastig. Maar ik ga hem weglokken. Vanaf hier red ik het net. Red ik het net. Come on, Rosalina. Allemaal kritieke treffers. Dit is op zich wel chill. Nu kan ik tackelen natuurlijk met Rabbit Mario. Oké. Bowser staat vast. Nee, Bowser staat vast. Oh, jongens, dit is een probleem. Ik heb een probleem gemaakt, jongens. Ik heb een probleem gemaakt, maar... Nou ja, ik ga maar gewoon schieten en kijken of het lukt. Rabbit Mario krijgt nu echt klappen. Auw, harde klappen ook. Die is bijna dood. En die gaat ook dood in de volgende beurt. Dat gaat hij niet overleven. Ja, deze enemy moet wel echt kapot nu. Anders hebben we echt een probleem. Dat is 1. Dat is 2. En dat is 3. Hij leeft nog steeds. Niet oké. Oh, hij gaat het zeker nog overleven. Ik ben nog niet sterk genoeg. Ik had natuurlijk ervoor kunnen zorgen dat mijn tegenstanders niet bewogen. Dat is een kracht van Rabbit Rosalina. Oh, dat had ik moeten doen. Dat had ik moeten doen. Kan ik een item geven aan iemand? Of nee, dan heal ik alleen mezelf. Let's go. Ik moet healen met Rabbit Mario. Rabbit Mario moet blijven leven. En dan krijgt de tegenstander nu de beurt. Jij komt niet bij Rabbit Mario. Nee, dat haal jij nog niet. Jij wel. Oh, en jij gaat een klap geven en dan ga ik bouncen. En dan hebben we dat irritante vosje nog. Oh, die gaat wegrennen. Oh, dit is top. Daar komt waarschijnlijk een nieuw vosje aan. Wegwezen, jongens. Oh, jij gaat voor Rosalina. Oké. We zijn echt zo verspreid nu. Rabbit Rosalina kan wel de kant op lopen waar, ja, waar Rabbit Mario staat. Dus dit is lekker. Bowser kan niet tackelen. Rabbit Mario gaat hem wel tackelen. Deze moet kapot. Dit is nummer 3. Lekker, die is kapot. Oké, Rosalina. We gaan eens even iets proberen nu. Ik ga deze twee nu naar mij toe lokken. Kom maar. Ga maar lekker naast elkaar staan. Kom maar. Top. En dan ga ik ervoor zorgen dat jullie niet meer kunnen bewegen. Ja, oké. Dit is de kracht van Rabbit Rosalina met haar boekie. Let's go. Die kunnen niet bewegen nu. En dat is helemaal top. Want dan kan ik ze met Bowser gewoon lekker gaan schieten. Kan ik ze raken vanaf hier? Vanaf hier heb ik een open schot naar hun. Dan ga ik extra schok damage doen. Ik kan ook proberen vanaf hier te schieten, denk ik. Dit moet ook wel lukken, toch? Ja, nice. Jullie gaan kapot, jongens. Jullie gaan kapot. Boom. Heerlijk. Oké. Oh, nu kunnen ze opeens wel bewegen. Dit is niet oké, jongens. Ik dacht echt, we hebben ze. Ik dacht echt dat dit klaar was met hun. Ja, in dat geval ga ik ze wegblazen, hoor. Dan ga ik gewoon hier staan. En dan ga ik ze gewoon via die ton zo wegblazen. Ik blaas alleen iedereen weg. Ik blaas mezelf ook weg. Oeh, Rabbit Rosalina kan wel hier naar boven nu. Oké, schiet hem maar. Let's go. Oh, jongens. Oh, red je het? Nee, jullie kunnen er niet bij, hè? Jullie komen er niet bij. Vosje komt wel bij Rabbit Rosalina. En andere vosje ook zeker.
Ja, dag. We hebben Rabbit Peach gewoon nodig, jongens. Dat is zo vervelend. Wat gaan we nu doen? Deze heeft de laagste HP. Ik ga ze allebei laten rennen, jongens. Wegwezen. Lekker in de fik, jullie allebei. Oeh, ze zijn bijna dood. Ze zijn bijna dood. Niet Rabbit Mario in de fik zetten. Dit is jouw straf, jongen. Hoppakee. En dan zijn we door deze battle heen die ontzettend moeizaam was. Wat een vijanden. Deze zijn heel moeilijk om te verslaan. Vakka met deze Spark. Bondgenoten binnen bereik worden opgelapt met 70% van hun max HP. Ja, maar dit is niet duidelijk. Oplappen kan ook gewoon zijn dat je ze heal, toch? Maar dit betekent dus dat als ze down zijn, dat ik ze dus weer kan oplappen. Dus weer levend kan maken. Ja, in dat geval ga ik gewoon voor Rabbit Peach. En dan geef ik die Spark ook wel aan Rabbit Peach. Wat een battle, jongen. Holy moly, we zijn hier maar net op deze planeet. Maar deze planeet schijnt moeilijk te zijn. Ik merk het nu gewoon al. De windmolen is helemaal daarachter. Hey, oké, richting de windmolen, jongens. Let's go. Wat is dit dan weer, jongens? Dit is de eerste van een aantal muurschilderingen die het verhaal vertellen van Mami. De beroemde monteur en wachter van deze planeet. Het begon allemaal toen de vrijgevochten Mami hier een pitstop maakte voor wat gedroogd vlees tijdens een roadtrip langs 10 planeten door het hele sterrenstelsel. Ik zie een dino-robot. Een opwindbare dino-robot. Vette shit. Hier zie je nog meer robotten. Oh, dat is die. Zij schoten rabbits te hulp die hier problemen hadden. Nou, dan gaan wij nu het mami helpen. Door hier naar binnen te gaan. De duisternis tentakel op de windmolen zal het stroomnetwerk overbelasten als je hem niet verslaat. Nou, in dat geval gaan wij hem even verslaan. Misschien een goed idee om Mario te proberen. Mario, Rabbit Peach en Bowser. Maar dat hangt er natuurlijk ook vanaf wie we hier moeten gaan verslaan. Gevaar, hoepelop. We moeten de banroepers verslaan. Oh, en als je nu trouwens denkt van waarom zei je hoepelop? Zo heet deze missie. 5 banroepers, maar die staan kapot ver weg. Dus even kijken wat zij kunnen. Ze zijn zwak tegen windvlagen, resistent tegen slijm. En ze gaan voor de lange afstand aanvallen. Ze hebben niet zoveel HP, dus ze moeten gewoon dichtbij hun zien te komen. Ijsbrekers, die zijn er ook nog. En die kan ons bevriezen. Zij kunnen niet tegen brand. Dus brand en windsparks meenemen. Ik heb 2 brandsparks en 1 windspark. En dan laat ik Rabbit Peach een beetje achter staan, denk ik. En Bowser en Mario gaan vooral in de aanval. Let's go. En Bowser die kan natuurlijk keihard stampen en de tegenstanders damagen. Zo. Bam. Tackelen, dat kunnen we ook. En Mario is op zich ook wel nice, want die kan dus op de hoofden van tegenstanders springen. Dus dat is ook wel lekker. Kijk hoe dat dan werkt. Zo, stampen. Hoppakee. Oh, kunnen we dan nog een keer? Nee, we kunnen maar 1 keer stampen. Maar we kunnen nog wel tackelen. Kijk, zij kunnen dus niet zo goed tegen windvlagen, hè? Moeten trouwens wel uitkijken ook voor hem daar, die daar boven staat. Kan ik hem vanaf hier raken? Nee, dat is dan weer een probleem. Hoe gaan we dit aanpakken? Zouden ook gewoon door kunnen springen natuurlijk helemaal. Dan landen we gewoon hier in de buurt. Dan ga ik hier mijn Max gewoon droppen, zodat hij gelijk door vuur wordt geraakt. Wat ze vlots. Oh, Mario wordt ook geraakt. Lekker dan. Oké. Die is in ieder geval uit de weg geruimd zo. Ja, dus dat is top. Gaat Bowser lekker naast hem hier staan? Ja. Dan gaan we hem opblazen. Oké, dat deed niet zo heel veel damage. Ik had daar iets meer van verwacht. Rabbit Peach, kan jij hem raken? Nee? Kan je hem vanaf nergens raken? Kan je hem ook niet vanaf hier raken? Waarom niet? Kan je hem wel vanaf hier raken? Kan nog wel een teamsprong uitvoeren hier naartoe. Dan ga ik ook die kant op met Rabbit Peach, denk ik, naar die andere daar. Let's go. Ja, nice. Tacklen we deze. Maar deze heeft veel meer HP of zo, lijkt het wel. Hoe kan jij dit allemaal overleven, vriend? Niet oké. Deze is weg, toch? Soort van. Toch? Ja? Die is verslagen. Ik ga even een schildje geven aan Bowser en Peach nu. Dat lijkt me op zich wel handig. Want die vijand staat er gewoon naast. Wat gaat hij doen? Hij gaat op Bowser schieten. Oh, waar kom jij opeens vandaan? Hoe dan? Die staat opeens naast me. Doen hun dat? Roepen hun die nieuwe vijanden op of zo? Ja, man. Wat sick. Maar niet leuk. Want nu zijn het in één keer knijtenveel. Oké, Mario moet denk ik maar even proberen om bij het team te komen. Laten we gewoon met z'n allen bij elkaar verzamelen. Want anders gaat het helemaal fout. Springen hier naartoe. Zo, ja, oké. Gaan we deze even kapot tackelen met z'n allen? Zo, wat is het idee? Kan Mario trouwens 2 keer tackelen of 1 keer? 1 keer, oké. Rabbit Peach, deze is voor jou. Dan gaat Mario eventjes hier naartoe. Oh, dan kunnen we ook stampen natuurlijk. Ja, dat kunnen we ook nog. Moet ik niet vergeten. Dan kan Peach ook hier naartoe. Die kan dan gelijk een beetje healen met haar sprong. En Mario schakelt deze tegenstander even uit. En die schiet ook op die daar in de verte.
Kijk, die is weg. Daar hebben we geen last meer van. Hoppakee, Bowser gaat ook voor hem. Lekker. Oeh, die is ook al bijna kapot, joh. Maar nog niet helemaal, toch, hè? Nog niet helemaal. Ze zijn toch best wel sterk. Wij zijn een beetje laag level. De battles duren allemaal een beetje lang. Dat komt echt omdat wij een laag level zijn. Tegenstanders krijgen de beurt. Gaan ze nou weer allemaal van die enemies spannen? Of kunnen ze er maar één tegelijk spannen? Oh, jij kan gewoon schieten vanaf daar. Jij nare vent. Gelukkig komen er niet nog meer vijanden bij nu. Oké, Spooky. Nog meer Spookies is er allemaal aan de overkant. Wij zijn weer aan de beurt. Denk ik. Toch? Yo, Bowser gaat deze grappie even uitschakelen met zijn sprong, hoor. Ja hoor. Kom maar. Kom maar. Hot ziek idee. Wegwezen. Toch? Oh my god. Ik had weg moeten rennen. Ik had heel hard weg moeten rennen. Nu sta ik echt op zo'n niet chille plek. Oh my gosh. We laten de max komen, jongens. Oh, nice. Oh, nice. Die gaan best wel ver. We moeten dus echt goed onthouden dat we wegrennen als we die tegenstanders verslaan. Even een beetje healen. Zo. Mario gaat nu een beetje vooruit. Let's go. Wat ziek idee. Weg met die gast. Niet naar mij toe rennen, alsjeblieft. Ren even naar die Spookies toe, anders. Jammer dit. Ik kan met Bowser niet bewegen. Zo irritant. Dit duurt vet lang. Ik heb nu pas één van die enemies verslagen. Of twee. Twee hebben we er verslagen. We moeten er nog drie. Oh, ja hoor. Ja hoor. Nog meer vijanden. Ik had al lang klaar moeten zijn. Kijk, ze spannen nu allemaal extra enemies. Gelukkig kunnen ze Mario allemaal niet raken. Dat is best wel chill. Mario staat echt op een heel goed plek in. Kijk, die vijanden beneden, die kunnen ook niet naar mij toe komen. Dus dat is ook wel lekker. Kan Bowser weer bewegen? Ik denk het wel. Ja, nice. Oké, Bowser, let's go. Jij mag nu hier achter gaan staan. En die schokaanval aanzetten. Ouwe Bows. Bows? Baas? Let's go. Dan raken we er twee tegelijk. Oh, maar dat zijn niet de vijanden die we moeten verslaan. Heel lastig dit. Want hij staat natuurlijk daar ook nog in de weg. Dit duurt allemaal vet lang. Mario gaat nu in de aanval. Ik zet nu alvast mijn heldenzicht aan met Mario. Dan ga ik één keer op hem schieten. En één keer op deze doos. Let's go. Op zijn kadeetje. Allemaal kapot. Heel nice. Nou, wel een paar kapot, maar niet allemaal. Mario gaat sowieso een klap krijgen nu. Maar ja, we hebben een beetje risico genomen, hè? Eerlijk is eerlijk. Mario gaat denk ik heel veel klappen krijgen op dit moment. Als hun allemaal op mij gaan schieten, hè? Ik vraag me eigenlijk nu een beetje af of Mario het gaat overleven. Je moet ook gewoon... Ik wou een keer een risico nemen, maar dat pakt helemaal verkeerd uit. Want zij gaan ook op Mario schieten. Mario gaat dood. Maar, misschien kan ik Mario straks terugbrengen. Kijk, leef je nog? Nee, niet echt. Dan gaan we nu eens kijken of dit werkt. Ja, we brengen Mario gewoon terug met Rabbit Pinchy. Zo, zo doen we dat. Ik kan alleen niet zo heel veel lopen, maar ik kan wel tackelen. Let's go, Bowser gaat nu ook aanvallen. We zijn het helemaal zat. Let's go, Bowser. Bam! En tackle. Zo, leeft hij nou nog? Je wordt toch helemaal gek van, joh. Oké, let's go, Peach. Let's go, Peach. Jij gaat ook tackelen. Hartstikke idee. Oh, nee. Niet mij bevriezen. Oh my god, we worden allemaal bevroren. Tijd voor de max. We gaan dit wel redden hoor, jongens. We gaan dit zeker wel redden. We gaan hun eens even uitschakelen, hopelijk. Hartstikke idee. Allebei weg. Heel nice. Daarachter staat nog iemand. Er staan er nog twee. Let's go, Bowser. Let's go. Bam! Heerlijk. Moeten we er hierna nog één zien te verslaan? Eerst deze nog en dan daarna nog één. Waar is die laatste? Die staat aan de overkant daar. Oh, maar deze heeft het ook gewoon overleefd. Serieus? Oké. Jullie willen echt moeilijk doen, hè? Oh my god. Mario krijgt weer klappen. Nee, hou even op met Mario klappen. En ga jij even voor iemand anders, alsjeblieft? Oh, jij gaat voor de Mac. Oké. En kan jij ook nog wat doen dan nu gelijk? Ja, natuurlijk kan jij wat doen. Ja, je kan het proberen. Jij staat aan de overkant. Jij kan mij niet raken. Er is één belangrijk ding wat ik nu moet doen. Healen. Met Rabbit Peach. Toch blij dat Rabbit Peach weer in het team zit hoor, jongens. Oké, we gaan nu eerst deze uitschakelen. Wegwezen. Bam! Lekker. Gaan we doorschakelen gelijk. We gaan gelijk helemaal hier naartoe springen. Let's go. Kan ik op hem stampen? Ja. Nice. Dan gaan we ook gelijk hier landen. En dan tackle hem en dan is hij weg. En dan ga ik gelijk naar de overkant schieten. En hopelijk hebben we dan dit spookje ook verslagen. Het gaat wel hard. Ja? Nee? Oh, bijna. Come on, Rabbit Peach. Come on, Rabbit Peach. Let's go. Jij kan dit. Jij kan dit fixen. Oh, jij kan dit net niet fixen. Maar het gaat goed komen. Oh, wel. Toch? Ja, dat was hem. Yay. Heel nice. Man. Gelukkig gaan we een leveltje omhoog. Hopelijk wordt het nu allemaal iets makkelijker. Deze battles duren wel lang. We zijn best wel laag level. We hebben veel moeite. Maar het lukt wel. En ik heb de nieuwe Spark gebruikt. Waarmee ik iemand dus heb kunnen reviven. Namelijk Mario. En hier is de windmolen. Maar hij is een beetje aan het trippen. Er is allemaal elektriciteit doorheen. En het gaat niet goed met dat ding. Er is te veel stroom. En daardoor krijgen we een rare storm. Yes, dus
Jongens, we kunnen nu naar boven. Oh, eerst even deze spark power oppakken. Dan kunnen we naar boven. Maar we zitten er nog niet in. Wie is hier aan het huilen? Oh, niemand. De rabbits hebben hier dus geleerd hoe ze die grondstoffen konden gebruiken dankzij Mammy. Maar ze hebben dus waarschijnlijk te veel grondstoffen gebruikt. Zo te zien is Mammy blut, want ze heeft al haar geld gestoken in een gedroogde vleestent. Wat? Het klinkt ook allemaal altijd zo logisch, hè? De rabbits zagen Mammy als rolmodel. En daardoor kregen ze dus die bijnaam. Weet je, waar komen we helemaal terecht, joh? Oh, oh, enemy. Hier zo. Oh, nee. Oh, oh, nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Rennen. No. Nou, ik ga deze dan toch maar even verslaan. Hopelijk overleef ik het. En dan zie ik jullie gewoon bij een nieuwe video. Misschien ben ik dan wat sterker. Misschien ook niet. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je dan. Mazzel.